Nintendo fans. Ik neem het even over. Yo, Nintendo fans. Welkom in ieder geval bij weer een gloednieuwe Paper Mario video, waarin we in dit bos zijn samen met Kamek. En we gaan eens kijken of we in de buurt kunnen komen van het laatste lint. Kamek zegt opnieuw een wegvertakking. Die Sparadijsto's hebben echt een terreinknecht nodig die ze advies geeft over wegen. Wat? We moeten nu uit 3 paden kiezen. Oh, en Bowser Jr. gaat zich er ook even mee bemoeien. We gaan deze kant op, zegt hij. Nee, jongen, ik volg Olivia. Kamek zegt, laten we luisteren naar iemand die het tot nu toe elke keer bij het juiste eind had. Ja, en dat was Kamek. Kamek had het elke keer goed, Olivia had het elke keer fout. Nu willen ze alle 3 dat we hun gaan volgen. Ik volg gewoon weer Olivia. Olivia heeft het elke keer fout, maar we gaan gewoon Olivia volgen. Kamek zegt, ja, ik weet toch al dat ik gelijk heb, maar oké, het is goed. Oké, hoe gaat dit? Gaan we de goede kant op? Oh, dit ziet er wel oké uit. Oh, of niet? Olivia! Je zit weer fout. En we moeten weer gaan battelen, denk ik. Oh nee. Is het die enge Chain Chomp uit de vorige aflevering? Ja, dus. We zijn voor het eerst in deze game over gegaan. Loser! Jongen, weet jij het beter dan? Tuurlijk weet ik het beter! Ja, en toch ga je gewoon weer lekker hier chillen. Freaking Piet elke keer. Moet zich overal mee bemoeien, die gozer, jongen. Anyways, nou, laten we dit nog een keer gaan doen. Ik had nog zo gehoopt, hè, dat ik deze game zou uitspelen zonder game over te gaan. En nu is het toch gebeurd. Laten we dan nu toch maar Kamek volgen, denk ik. Ja, Kamek zit al de hele tijd stoer te doen dat hij continu gelijk heeft. Ja, oké, maar we kunnen dit overleven. Rennen! Toppie dit. Wat gebeurt er als we Bowser volgen dan? Oké. Bowser, ik volg jou dan. Go. Oh nee. Dit ziet er ook niet goed uit. Bowser die zegt, dit zou de goede kant geweest zijn als die stenen niet zouden liggen. Wie heeft mij gesaboteerd? En Kamek zegt, ja, ik zei het toch, dit voelt goed. Jongens, ren alvast. Je weet wat er gaat gebeuren. Ren gewoon. Nee, we moeten toch echt de kant van Kamek op, jongens. Oké. Nu moeten we wel even snel rennen. Go! Ren! Oké, dan. Kunnen we hem nu gelijk slaan? Als we nou gewoon even zijn tanden uit zijn bek kunnen slaan, dat zou top zijn. Dat ding is compleet losgeslagen en zal alles aanvallen wat beweegt. Maar volgens mij zijn we voorlopig even veilig, zegt Kamek. Kijk nou uit, Kamekie. Jongens, ik heb een hamer. Ik kan hem slaan. Hier. Hallo? Oké, het helpt niet, Oké, we moeten door. Ja, hij gaat vast nog een keer terugkomen, die gastjongen. Oh, dit ziet er wel opeens vredelievend uit. Dit ziet er heel rustig uit en chill en zen en alles. En we zijn inderdaad aan de overkant gekomen bij de brug. En dit is inderdaad waar we moesten zijn. Want we moesten de warme bronnen gaan zoeken. Ja, en helaas was de brug kapot. Nou jongens, we kunnen hopelijk rustig gaan nu richting de warmwaterbron. Dit is zo cool, zegt Olivia. Dit is echt een mega grote boom. Ik ben nog steeds benieuwd of Donkey Kong in deze boom zit. Oh, daar links is inderdaad een ander klein eilandje. Daar stroomt wat water uit. Dat lijkt me inderdaad dan inderdaad waar we naartoe moeten. Kamek zegt, nou, laten we de situatie gewoon even van grotere hoogte gaan bekijken. Even naar boven. Alleen, ja, die ladder, daar kunnen we niet bij. Hoe gaan we bij die ladder komen dan? Ik ga gewoon even alles slaan wat ik kan slaan. En dat is niet veel, zo te zien. Tenzij ik hier achterlangs kan. Ja, kijk. Ja. Jemig. Hoe gaan we dit grote gat helemaal opvullen met snippers dan? Hoeveel moeten we hierop gooien? Dit is niet normaal, joh. Deze boom is helemaal kapot. Is dit hem? Ja, dit is hem. En ik krijg er alleen mijn muntjes uit. Ja hoor. Deze heeft maar 1 keer nodig. Deze heeft ook maar 1 keer nodig. Even de boom maken. Ik hoop niet dat hij tot leven komt nu. Of misschien wel, als het een vriendelijke boom is wel natuurlijk. In ieder geval maar eens even dit kistje openen. Daar zit weer een miniatuurtje in van het stempelloketje. En dan hier naartoe en dan kunnen we deze even... Oh, die moesten we allebei... Ja, die moesten we allebei even omslaan. En dat wordt dan 1 grote portal ding waar ik mijn vouwarmen kan pakken. En het trappetje naar beneden kan trekken. Hoppa. Zo doet Mario dat. Nou, en dan gaan we even potje klimmen. Even een boompiepen klimmen. Ik had vroeger ook een boomhut.
Moest ik ook op een trappetje klimmen om in die bomen te komen. Oh, dat waren mooie tijden, jongen. De tijden van buiten spelen. Ja, dat moet ik eerlijk zeggen, dat doe ik nu niet meer, buiten spelen. Ik hoop dat jullie dat wel nog allemaal doen, want dat is onwijs goed voor je. En ik hoop niet dat ik hier van deze boom afdonder als ik hier naartoe ga. Nee, oké. Dit gewoon voor een paar muntjes. Alleen maar voor een paar muntjes. Het waren letterlijk 3 muntjes. Dat sloeg nergens op. Nou, we gaan verder. We gaan nog verder naar boven klimmen. We gaan even het spel opslaan hier. Hoppa! En dan gaan we naar boven. Sexy kontje hoor, Mario. Kijk hem. Wiggle, 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 wiggle. Oh, welke kant moeten we nu op dan? We moeten naar rechts. No! Ik moest misschien eerst even naar links, want misschien zat daar een schat, maar... Ah, klimmen! Dat scheelde helemaal niks. Olivia zegt, als we zoveel moeite moeten doen om bij de bron te komen, dan vind ik het maar helemaal niks. En Olivia vraagt zich af, waarom Kamek in één keer wegrende inderdaad? Die zegt, ja, je had ons op zijn minst even kunnen waarschuwen. En Kamek die zegt, ja, sorry, maar ik kies altijd het hazenpad. En dat is mijn sleutel tot succes. Hij belooft beterschap, omdat we nu minder naar hem schreeuwen. Nou, oké, Kamekie. Hey, Piet! Daar ben je, jongen. Wat zit je nou vuurballen op mij te schieten? Doe eens normaal. Oh, Piet, je bent opgegeten. Piet, je bent opgegeten. Ah! Let's go. Let's go. Pak dat lint. Pak dat ding. Pak die liaan. Tarzan. Oké, ik weet niet wat voor versie van Tarzan dat was, maar... Mijn Tarzan-imitatie, daar moet ik nog even aan werken, zo te zien. Piet, je bent opgegeten door Chainchomp. Ah joh, dat was Kees. Die mocht ik toch al niet, boeien. Oh, nou oké. Ja, dan is het goed, denk ik. Het was Piet helemaal niet, het was Kees. Ja, in ieder geval, we hebben het allemaal overleefd, dus dat is top. Oké, even alle bloemetjes kapot maken. Ja, en hier is de bron. En hier zat hij vast, hier zat Chainchomp vast. Dit was zijn ketting, jongen. Oh, die Engelentoot die ziet er een beetje depressief uit. Die zegt, je staat nu in de legendarische junglebron die bekend staat om zijn geweldig reinigende eigenschappen. Helaas staat hij nu ook bekend als gesloten. We zijn de stop al een hele tijd kwijt. Dat kan toch niet, zegt Kamek. Ik heb hier geen woorden voor. Weet je hoe lastig het is om deze plek te bereiken? Ik neem onmiddellijk ontslag als terreinknecht. Mario, laten we die stop vinden, een bad nemen, maken dat we hier wegkomen. Ja, inderdaad. Dat lijkt me een goed plan, want dit heeft allemaal al veel te lang geduurd, deze jungle. Ik heb zo'n voorgevoel dat ik even aan deze liaan moet trekken. Ja, oh nee, er komt een muntje uit. Oké, als ik hier tegenaan sla, gebeurt er ook niet veel, behalve wat snippers die ik kan verzamelen. Hey, wat gebeurt er als we hier tegenaan knallen? Ja, hetzelfde verhaal. Ja, hier ook. Kunnen we hier achter? Ja, zeker kunnen we hier achter. Wat sta jij hier nou te chillen, Shy Guy? Oh, die is ook de stop aan het zoeken. Hij weet vrij zeker dat hij hier niet is, maar ik heb gewoon een gevoel over deze plek, weet je? Ik ook. Zou die in deze boom hangen? Oké, wacht even. Dit gaat de goede kant op, ja? Top. We hebben bijna de stop. Even de vouwarmpies. Oh, kijk, hier is die. Wow, die is nog best groot. Hier, hoppakee. Ja hoor. Doe je hem zelf even goed, Toad? Shy Guy, we hebben hem gevonden, man. Hij zegt, misschien vraag je je af waarom ik niet omhoog heb gekeken. Met een nek als de mijne is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Hebben Shy Guys geen nek? Nou, daar hebben we weer wat geleerd. Shy Guys zijn blijkbaar nekloze wezens. Anyway, hier is je stop, jongen. Die Toad zit nou weer te janken. Die zegt, ik had geraakt kunnen worden door dat ding. Dit is een duidelijke overtreding van de veiligheidsvoorschriften. Gozer, doe nou eens even rustig, man. Hier, ik zit je toch alleen maar te helpen, joh. Hier, die heb je warmwaterbronnetje. Heb je weer heel nu. Dit gaat weer goed komen. Nu is het een kwestie van wachten tot de bron gevuld is met water. Zo, wij chillen hier even lekker op de bankies. De junglebron die is klaar voor gebruik. Lekker! Kamek was nog even aan het vegen. Kamek blijft al een beetje ons hulpje gewoon, hè. Hier, laten we erin springen, Kamek. En Bowser, laat die Bowser Jr. maar even lekker badderen. Hij zegt, eindelijk, ik kan niet wachten totdat ik die smeerboel van mijn klaancapsule krijg. Kunnen ze hem ook in de was zetten? Nou, we gaan het wel zien hoe je eruit komt, vriend. Ik hoop dat hij nog wel boven komt. Ja, Kamek die zegt ook, u blijft heel erg lang ondergedompeld. Hoe gaat het? Is alles oké? Kijk, oh, ja hoor, hij is weer schoon. Alleen de vouwen die zitten er wel nog steeds in. Nice, oké. Dat allemaal om Bowser Jr. te helpen, hè jongens. Bizar is dit, we zitten om Bowser Jr. te helpen. Jonge meester, uw groen is weer fris en uw geel en rood. Straalt. Zullen we gaan? Oh, Bowser Jr. die wil er nog een keer in. Nou, wij gaan er vandoor, hoor. Ik ben klaar hier zo in deze jungle. We moeten er vandoor, zeg ik. Hij heeft geen kleur meer.
Ja, dat krijg je als je gierig wordt. Als je meerdere keren in dit bad wil. Bowser Jr. die zegt ook, ja, ik voel me niet zo goed. Ik heb geen energie om te vechten. Of zelfs om te klagen dat ik geen energie heb om te vechten. Jongens, we moeten er weer inkleuren. Nou, laten we maar gewoon verder gaan, zegt Kamek. Dan gaan we naar de laatste bron. Dan gaan we kijken wat daar gebeurt. Bowser Jr. die zegt nog, ik ben helemaal klaar met dit bronnengedoe. Mijn vader gaat nooit in bad en die voelt zich ook prima. Nou, we gaan nog even een stempeltje verzamelen. Dat is dan de derde stempel. Dan moeten we nog één bron opzoeken. En ik denk dat we gewoon lekker hier naartoe moeten. Deze gast die vraagt, wil je weg van dit eiland? Ja, graag. Ik wil weg. Ga je ons gooien? Nou, dit was wel snel. Dit regelde die wel snel voor ons. Dat is top. We moeten nu dus even nog naar één zo'n bron. Ja, Bowser's luck is geruineerd, zegt hij. We gaan denk ik deze kant op. Ik kan ook deze even pakken. Ik weet niet of ik hier al op heb gestaan namelijk. Kijk, nee, hier heb ik dus nog niet opgestaan. Kijk eens wat een muntjes, jongens. Lekker dit, zeg. Hoppakee. Even de kistje openen. En er zit weer een miniatuurtje in van houten teltjes. Je kan ook overal een miniatuur van maken, Nintendo. Oh, we laten één muntje liggen. Nou ja, jammer dan. In de vorige aflevering heb ik 10.000 muntjes weggegeven voor een miniatuur. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Dus we moeten er wel voor zorgen dat we inderdaad weer lekker veel muntjes hebben. We zitten bijna op de 20.000 nu, dus dat gaat de goede kant op. En volgens mij was die laatste warmwaterbron hier ergens. En we moeten ook 10.000 munten aan hem geven. Nee, doe normaal. Nee, ik wil echt niet voor 10.000 munten iets kopen. Kan je niet even iets goedkoper of zo? Nou, ik kom later wel bij het terug. Misschien heb je het straks bedacht. Misschien kan ik het straks voor 1000 munten kopen. Want ik vind 10.000 echt super veel. Oh, nice. Hoeven we hier niet een heel avontuur voor te doen voor deze bron? Dit is de engelenbron. Effectief tegen vouwen en kreukels. Mooi, want Bowser Jr. die is inderdaad nog steeds gevouwen. Hoe gaat het met jou ondertussen? Hij zegt, wees voorzichtig, want ik hoor veel meer geschreeuw dan je zou verwachten bij een warmwaterbron. Oh, oké. Okay. Dit is een soort van duivelse warmwaterbron of zo. Ik zie daarachter muntjes trouwens. Ik wil erachter komen. Kunnen we via deze kant? Oh, kijk, we kunnen hier omhoog. Ja, oké. Okay. Lekker geklommen, vriend. Ja, hier zijn nog wat muntjes. Lekker. Terwijl deze Koopa Troopa dit dak volgens mij aan het repareren is. Hij heeft het dak schoongemaakt. En hij weet niet meer wat hij moet doen. Nou, ik weet het ook niet. Ik ben je baas niet. Kan ik hier niet afspringen of zo? Laat me hier even afspringen. Nee, dat werkt blijkbaar niet. Oké. Okay. Oh, wacht even. Daar is een steen half kapot. Misschien kan ik daar doorheen springen dan. Of misschien kan ik deze eruit slaan. Nee, kijk. Ik kan gewoon springen. Nice. Oh, enemies. 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 Laat me met rust. Pak ze. Hoppa. Pak ze nog een keer. Bam. Ja, en Kamek die sloopt ze sowieso in één keer. Alleen hij sloopt er maar twee. Ja, laten we wel even twee staan. Oké, okay, defense. Ja, oké, okay, nice. Wij springen op hun bakkussen. Ja, en dan maakt Kamek het wel af, jongen. Kijk, deze gast, jongen, is ook super sterk. Al onze hulpjes zijn super sterk. Onze hulpjes zijn eigenlijk sterker dan wij zelf. Alleen Bobby was iets minder sterk. Nou ja, maar Bobby is sowieso een baas. Oh, wacht even. We moesten... Ah, dit was sowieso de bedoeling dat we hier naartoe gingen. Want we hebben nu die pijp gemaakt. Nice. Dus nu stroomt er niet meer alleen maar rood water in. Er stroomt nu ook blauw water in. En dat was wat we moesten doen. En dan kunnen we hier lekker in de bron chillen. En dan hoop ik dat Bowser, ja, dat hij weer gefixt wordt. Dat hij zijn kreukels in ieder geval kwijt is. Misschien krijgt hij ook zijn kleurtje wel terug. Ik ben benieuwd. We gaan het even afwachten. Hij blijft weer lekker lang onder water. Ja, hij is wel kreukelvrij, maar hij is nog steeds een spook. Mario die zegt, nou, we hebben alle bronnen bezocht. Kregen we daar niet een prijs voor? Ja, dat klopt. Nu moeten we dus eventjes naar de toad die we in het begin zijn tegengekomen bij de balie. En dan zouden we een prijs krijgen als we alle stempels hadden verzameld. Dus dat gaan we even doen. Olivia ligt lekker op de rug te dobberen op dit moment. En Kamek die wil ook wel even langs de receptie, want hij wil een klacht indienen. Kamek die loopt echt de hele tijd te zeuren, hè? Olivia! Ja, Olivia leeft nog wel. Niet zo paniekerig, joh. Olivia leeft nog wel. Of gaat het echt slecht met Olivia? Haar vouwen beginnen te verdwijnen. We moeten snel actie ondernemen voordat ze in gewoon velpapier verandert. Ben jij nu CPR aan doen? Of ga je haar gewoon vouwen? Lekker bezig, Kamek. Hoop ik tenminste. Ik hoop niet dat je het gewoon helemaal opfokt. Oh ja, kijk, Olivia is weer terug. Olivia, wat was er met je aan de hand? Ze zegt, dat was misschien iets te ontspannend. Ik werd helemaal uitgevouwen. Nou, ik ben blij dat je er weer bij bent. Ja, alles werkt weer. Ja, oké. Okay, ja, armpjes gaan weer van links naar rechts. Oké, okay, toppie. Nou, Olivia en Kamek, die worden wel vriendjes zo te zien. Ze noemt hem zelfs lieve Kamek nu. Nou, oké, okay, dit was mooi. Dit was genoeg geweest. Even het stempeltje ophalen. Hoppakee, stempel nummer 4. En bij de receptie kunnen we onze prijs ophalen. Hallo. Ik heb een volle stempelkaart. Kijk eens. Hoppakee, alsjeblieft. Yay, feestje. Het is gelukt. En dit is de beloning. We hebben
De regenboogpas. Een kaartje voor het meest afgelegen en exclusieve kuuroord. Oeh, daar kunnen we natuurlijk Bowser zijn kleurtje even terugbrengen, denk ik. Het wordt uitgelegd dat dit de regenboogpas is voor onze meest exclusieve bron. De regenboogbron. Ja, de helende krachten van de regenboogbron worden beschreven in vele legendes. Maar hij gaat me niet vertellen over de kleurherstellende en paletreinigende eigenschappen van de bron. Nou, bedankt dat je dat nu toch hebt gedaan. Maar daar moeten we dus naartoe om jonge Bowser, Bowser Jr. even weer te fixen. Hij begint ook een beetje grijs te worden nu. Net als mijn baard, die begint ook grijs te worden. Binnenkort ben ik Gandalf. You shall not pass! Anyway, de regenboogbron is onze meest exclusieve bron. En makkelijk te vinden. Nou, laten we even op zoek gaan waar dat is. In ieder geval niet hier, denk ik. Tenzij die hierachter is. Is hierachter iets? Ja, kijk eens. Geen regenboogbron zo te zien. Maar wel een kistje en blokjes. Toppie, toppie. Ik heb geen zin om te battelen trouwens. Dus ik probeer niet te battelen. Ik probeer hem te ontwijken. Maar ik wil wel deze 1000 muntjes pakken. Ja, top. En ik wil dit kistje openen. Ook top. Het beeldje van de aardorigant. En dan gaan we even kijken wat hier beneden is. Ah, kijk eens. Volgens mij is dit weer een Starbucks, jongens. Oh nee, oké. Dit is weer het oplaadpunt voor onze batterij. Als we die zouden gebruiken om toads te vinden bijvoorbeeld. Of om blokjes te vinden. Hier zijn trouwens helemaal geen toads. Ik ben nog helemaal geen toads tegengekomen. Tenminste, geen toads die ik moest redden. Wel van die witte engelen toads. Maar voor de rest geen enkele toad. Nou, eens even kijken. Even elk hoekje uitspitten van deze map. Hier beneden zijn we al geweest. Yes. Misschien als we hier naartoe gaan. En als we dan hier voor langs gaan zo. Gaan we hier iets vinden? Nou, we vinden hier wel een blokje. Ook weer met 1000 muntjes. Nou ja, nu kunnen we eigenlijk wel gewoon die 1000 muntjes gaan geven aan die Shy Guy. We hebben nu wel weer 4000 muntjes erbij. Dus het gaat hier wel hard, moet ik zeggen, met de muntjes. Misschien kan hij me dan vertellen waar we naartoe moeten. Nou, ik koop hem voor je. 10.000 muntjes. Het paradijsfontein miniatuurtje. Dat is niet waar ik op zat te wachten. Maar goed. Jij gaat er nu vandoor. Tot ooit. Tot snel. Kunnen we niet gewoon hier even op het bord kijken waar het is? Oh ja. Kijk, we zien een soort van regenboogsymbooltje. Dus het is wel linksonder van die fontein. Ik denk dat we deze kant toch op moeten. Het zou hier... Oh, wacht even. Kunnen we hierdoor? Ja, kijk. Het zal ongetwijfeld hier zijn dan. Even mijn kop stoot hier tegenaan om weer 1000 muntjes op te pakken. En dan gaan we naar beneden. Iemand wil onze regenboogpas zien. Nou, alsjeblieft, jongen. Oeh, gefeliciteerd met het vullen van de stempelkaart. Je hebt nu toegang tot de regenboogbron. Volg de borden. Maar pas op voor de stoom. Stoom? Stoom, daar zit ik nu echt op te wachten, jongen. Oh, dat was dus de stoom. Oké. Stoom van papier. Lalalala. Dat de... Oh, snap. Oké, allemaal enemies en dingen. Oké. Laten we tempo maken. Ja, go. Lekker. Kamek zit vast. Oh, die mollen. Nice. Het is wel leuk om al die enemies ook weer terug te zien. Maar dan in gevouwen vorm. In origami vorm. Dat vind ik wel heel leuk. Ik denk dat het zo moet zijn dat we toch met de hamer gewoon op hun bakkers moeten slaan. Het kan haast niet anders dan dat dit het... 33? Ja, oké, top. En dan ben ik benieuwd of we er ook op kunnen springen. Hoppakee. Ja, dit gaat even goed. Lekker. Kamek hoeft geen eens iets te doen, jongen. Oké, let's go. Platformpje op. Eventjes deze kant op. Even kijken of hier wat is. Ja, kijk. Zie je? Hier kunnen we door de muur heen. Dan kunnen we hier muntjes pakken. En dan kunnen we hier een enemy verslaan. En dan kunnen we weer door. Is hier voor de rest nog iets te vinden? Kan ik hier... Ja, kijk. Als ik hier tegenaan sla... Oh, dan gaat die omhoog. Oké. Aha. Dus zo spelen we dat vrij. Nice. Oh, wacht. Dan kan ik vast deze ook wel slaan. Ja, kijk. Top. Dan gaat hij nog iets hoger. Ah, juist. En dan hebben we er hier nog één. En dan raakt hij nog verder verstopt. Ja, en dan kunnen we bij het kistje komen. Ah, leuk bedacht wel. Nice. Nou, kom maar op met die 100 muntjes en het kistje. Oh, en er zit een HP hart in. Nice. Weer 10 HP'tjes erbij. Dan zitten we nu op 170 HP. Nice. En dan gaan we door. We moeten richting de regenboogbron. Betekent dit ook dat we er bijna zijn nu of nog niet? Nee, ik denk dat dit een behoorlijke tempel gaat zijn. Want ik denk dat we er nog... Ja, dat we inderdaad nog niet door kunnen. Want het andere uiteinde van deze buis is namelijk geblokkeerd. Oeh, dit pad is super smal, zegt Olivia. Olivia wil die kant niet op. Ja, Olivia, je bent super... Super dun. Plus je kan zweven. Ik bedoel, waar maak je je nou druk om? Oké. We worden weggeblazen door de wind. Kamek zegt, zie je die ketting? Die moeten we gebruiken om aan de overkant te komen. Probeer voorzichtig verder te gaan en druk op B wanneer er een wind komt. We kunnen hem vertrouwen, zegt hij, want hij is tenslotte Kamek. Oh, wow. Oké, jullie blijven hier chillen. Jullie gaan weer niet mee. Oké, dus hij zegt dat we die kant op moeten, dat we hem moeten vertrouwen. Want hij is Kamek en vervolgens gaat hij zelf niet mee. Wat een gozer, joh. Let's go. Jump. Ja, lekker. Nou, er zit een goed tempootje in. Lekker, Mario. Oké, nu gaan we dit even vastgrijpen. Want nu komt er ongetwijfeld een harde wind. Ja, zeker. Let's go. Oké. Ja, toppie. Snippertjes erbij. En door. En grijp vast. Yes, nice.
Ah, dit gaat ons wel lukken. Dit gaat ons sowieso lukken. Hartje weer. Hier kunnen we even chillen, denk ik. Ja, en we moeten hier ook wel chillen, want daar zijn de kettingen weg. Dus hier moeten we heel snel doorlopen. Oké, hier zijn weer kettingen. Nice. Laten we dit maar even vastgrijpen. Even rustig gaan. Even lekker klimmen klauteren, jongens. Ik liet te vroeg los. Deze windvlaag duurt veel langer. Go, Mario. Oké, nu lang genoeg even dit vasthouden. Go, go, go. Ja, oh. Oh, deze was een stuk... Nee! Nee! Oké, rustig aan, Rick. Rustig aan. Rustig wachten. Ja, rustig wachten. Dubbele windvlaag nu. Ja, hou vast. Hou vast. En ja, spring maar. Oh, nee! Ik heb hier geen geduld voor dit soort dingen. Jump. En jump. Ja, top. Jump. Oké. En even wachten hier zo. Even wachten, even wachten. Ik hoop dat dit gaat lukken. Ik ga gewoon door. Ja, nice. En grijp maar even vast. Even chillen. Even rustig aan. Even rustig aan. Ja, en ga maar door. Kijk, top. Oké, nu zijn we hier. Muntjes erbij. Wat staat er op dit bord? Moet er nog een klein stukje. Zo, die wind die blijft gaan. Hoe lang blijft die wind gaan? Wind, wil je even wegblijven alsjeblieft? Chill hem gewoon. Je hoeft niet te waaien. Ja, kom, 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 kom. Lekker. Nice. We kunnen deze even lostrekken. Dan kunnen we warpen. Als Kamek nou gewoon even hier naartoe warpt trouwens. Ja, Olivia zegt ook. Ik roep Kamek even. Hey! Ja hoor. Daar zijn ze. Nu durven jullie wel, hè? Oké, wat staat er op dit bord? Regenboogbron. Eindelijk. Ja, maar waar dan? Moeten we ergens naar binnen? Moeten we dit bord kapot slaan? Of... Oh, hier beneden. Maar hoe kom ik hier beneden dan? Oh, wacht even. Is dit de deur? Ja, kijk. Dit is de deur. Wat is dit? De geheime warmwaterbron. Maar het is hier zo donker. Of zou het hier zo donker zijn omdat ze het geheim willen houden? Ik ben benieuwd. Wat is dit? Dat gaan we zien in de volgende aflevering, jongens. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon, Nintendo en vooral veel Paper Mario video's op dit moment. En wil je mijn livestream gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. Nee! Ik schrik me kapot, jongen. Wegwezen. Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!